hoe was het voor jou dat ik in 2005 naar Tunesië ging? Ik vond het gewoon spannend. Maar ik was heel erg blij dat het dan toch zo goed bleek te gaan tussen jullie. En ik wist dat je zware teleurstellingen te wachten zouden staan. En die zijn jammer genoeg ook gekomen. Ah, hallo Anneke. Hey. We stappen Rotterdam uit de trein en laat hij me twee portemonnees zien, heel trots. Nou, die had hij dus gerold. Oh nee, en hier krijg je binnenkort een kind van. God, en toch zo zonde, hè? Het was zo'n aardige man. En we waren zo verliefd. Kijk, mooi. Hoi, hoi. Wat? Lekker. Oh, dit is gewoon een maat. Merci. Oké, okay. You now, it's your role. You have to bring the family together. Hey, make picture to my daughter. Alex, laten we wel wezen. Ik ben toen in een situatie getrapt waar ik niks van wist. Dat waren de achterbuurten van Soes. You were like, can I say Casanova a little no, bit? No, you can say gigolo. Gigolo. But not gigolo. Beautiful. I was with the tourism. They call it BEZNESS. Business. In Arabic, BEZNESS. Ik wil eigenlijk jou zien, heen en weer. Ik wil een beetje business maken, weet je wel. Business, nu normaal, legaal. Papi with the three children. Allah bring them to me. We are the plants you grew in a good place. Mm-hmm. And now the fruits are falling down. Yeah. En als je geld zou sturen, zou je dat dan tegen mij zeggen? Kan je je voorstellen dat ik het gevoel krijg dat ik een soort bankrekening ben die jij in 1979 hebt geopend in Nederland? Ja, je hebt een rekening in Holland geopend. Van mij. Of niet? Ja, ik vind het ook lastig hoor om te bepalen wat ik nou moet met hem. Ja. Aan de ene kant denk ik van ja, we kunnen ook wel gewoon happy family spelen. Hoe dan precies? Ja, wat je hebt, dat heb je zou je kunnen zeggen. Maar het is niet genoeg denk ik.